Wat is er straks meer normaal en wat is er niet meer normaal? In deze vierde aflevering gaan we het hebben over het klimaat. Want zorgt deze coronacrisis ervoor dat de klimaatcrisis hoger of lager op de politieke agenda komt te staan? En is dit het moment om ook duurzame voorwaarden te stellen aan steunmaatregelen? Of wordt het een gevalletje nu even niet? Dit is de Niet Meer Normaal Show. De mooiste culturele instellingen openen in deze crisistijd hun deuren om samen met ons de toekomst te verkennen. Dat doen we live vanuit Pakhuis de Zwijger en we schakelen naar de Bali en Paradiso. Ja, dames en heren, van harte welkom bij de vierde aflevering van de Niet Meer Normaal Show. En ik heb hem weer meegenomen. Rode knop. Ja. Hartstikke van harte welkom allemaal, dames en heren. Nou, de namen zijn een beetje verdwaald inmiddels al. Ja. Maar we gaan het hebben over het klimaat, Evelien. Een van jouw favoriete onderwerpen volgens mij. Zeker. Jij bent wel een beetje een natuurliefhebber. Ik ben een groot natuurliefhebber. En ik geniet er ook van om lekker in Nederland op vakantie te gaan. Ja, doe je dat vergeet vaker? Vergeet Bali, of gewoon lekker in Nederland. Vergeet Bali. Ja, ergens vind ik het wel even jammer, maar ook wel weer goed. Ja. En hoe ervaar jij deze periode? Nou, ik vind het wel lekker dat even niks hoeft allemaal. Hè? En nu toch weer een beetje, we moeten weer de terrassen op en we moeten weer dit. Ik vond het eigenlijk wel lekker, die lockdown. Maar ik ben misschien nu een beetje aan het bagatelliseren, de crisis. Dat is natuurlijk ook weer niet de bedoeling. Er vallen namelijk natuurlijk veel slachtoffers. Ze zijn ontzettend veel problemen. We komen in een enorme economische recessie terecht. Maar er zijn ook enkele positieve kanten, zeggen velen, aan deze crisis. Namelijk ook voor natuur en klimaat. De CO2 is enorm gedaald de afgelopen maanden. En ook de luchten in verschillende steden zijn een stuk schoner geworden. Jullie zien het al. De smog is enorm verminderd. Ja, misschien een prijsvraagje welke stad dit is, toch? Voor ja, wie kijkt. Wij wisten het niet. Nee. Is het Italië, is het Slovenië, is het ergens anders? Dus in de steden ziet er schoner uit. Er komen dolfijnen van Venetië tot Amsterdam weer de grachten in. En wat allemaal nog meer? Ja, nou, ik ben erg blij dat niet alleen in Nederland, maar nu ook in Europa massaal gefietst wordt. Europeanen hebben massaal de fiets ontdekt. Er zijn allerlei steden die nu ook fietspaden aan gaan leggen. Kilometers fietspaden komen erbij. En ik dacht, dat kunnen wij natuurlijk, wij Nederlanders, ook wel weer uitbuiten. Zeker. Door fietsles te gaan geven. Toch weer even de commerciële Evelien die we hier horen. Europeanen laten fietsen. Ja. En dan wel net zo asociaal als wij. Zodat als ze dan hier weer op bezoek komen als toeristen. Toch een beetje opportunistisch Nederland BV. Nieuw exportproduct erbij. Naast de waterwerken, de ecstasy. En nu fietsen dan. Ja. Ja, nice. Oké, gaan we doen. Fietsen dus in heel Europa. En wat nog meer? Kijk, een beter klimaat begint natuurlijk ook bij jezelf. Sommige mensen pakken het vegetarisch zijn op. De afgelopen tijd, ook door natuurlijk die beesten, dat zoonose, dat door de pandemie heeft veroorzaakt. En ik heb even in de oude doos lopen graaien. En wat zag ik daar? Ik zag een hele jonge Jochem, onze eigen kiesman Jochem. Jullie zagen hem vorige week al zingen. En ik heb in de krochten van YouTube een vega rap gevonden van onze eigen Jochem, toen hij nog een jaar of 12 was, samen met Willy Wartaal, waarin hij bepleit, avant la lettre, dat wij allemaal vegetariër moeten gaan worden. Laten we even kijken. 7, 8. Ze moeten lekker buiten, grazen in de wei. Niet meer in de hokken, maar lekker vrij en blij. Soms is het best wel lastig, dan krijg ik een kroket. Die wil ik dan niet eten, en dat is heus geen pret. Maar dan denk ik aan de dieren, hoe het daarmee is gegaan. En dan ben ik heel tevreden met mijn vleesloze bestaan. Mag ik een applaus? Oh. Ja, dan mag ik weer hiermee even een applausje. Ja. Oh. 12-jarige Jochem. Prachtig. Hij is heel tevreden met zijn vleesloze bestaan. Zeker, maar is hij nog steeds vegetariër? Dat gaan we hem een andere keer vragen. Ja. De grote vraag nu natuurlijk deze aflevering is: zorgt die huidige coronacrisis ervoor dat we nou sneller of langzamer die duurzame transitie gaan maken? Ja, en hoe gaan we dat doen? We gaan deze aflevering praten met Faisal Oulaze van Greenpeace. We bellen in met de man achter de Green Deal, Diederik Samsom. We bellen ook met een collega uit Europa, Tom Berendsen, over de luchtvaart en treinen. Er komt nog klimaatjournalist Kautar Bouchalik komt ook nog bij ons aanschuiven om te praten over de link tussen de klimaatcrisis en de coronacrisis. En we hebben trouwens ook nog een special guest helemaal aan het einde. Ja, dat is nog een verrassing. Er is ook nog muziek. We gaan naar het museum. Nou, dan moet je maar blijven kijken. En we hebben de vraag van vandaag. Want we hebben jullie natuurlijk ook weer gevraagd naar jullie mening. We hadden twee stellingen. De eerste stelling was:
Niet of minimaal vliegen en geen vlees meer eten is een aanslag op het goede leven. En 72% van jullie zei hartstikke oneens. Wij hebben denk ik ook op een andere manier wel een leuk leven. Ja. Vindt, opeens, we hadden nooit zo'n overdreven progressief publiek. Maar ik vind hier dat ze toch best wel uitgesproken eigenlijk zijn. Ja, nou wacht maar tot je de volgende stelling ziet. Stelling 2, korte afstandsvluchten van tot 750 kilometer. Ja. Denk aan even naar Londen of Parijs. Moeten binnen 5 jaar verboden worden. Ja, prachtig. En 64% is het daarmee eens. Ja, ja. Mag je dan wel eerst naar Londen vliegen en dan nog naar Australië? Daar zat ik even over na te denken. Oké, lastig. Ja, weet ik niet. Eentje voor de politici om op te lossen. Maar in ieder geval, het kijkerspubliek is hier lekker hardhandig in. Die vindt die klimaataanpak, dat mag wel wat sneller dan er tot nu toe wordt gezegd en geregeld. Dus heel veel bedankt weer voor jullie reacties. Het zijn weer toch weer enkele honderden die hebben meegedaan. Wil je wederom volgende week meedoen aan deze wekelijkse natte vingerwetenschap? Volg ons dan op de kiesmannen van Instagram. En als jullie ook willen meepraten en napraten over deze afleveringen, dat kan via Telegram, hebben we onze eigen groep. Dus download die app en zoek op de Niet Meer Normaal Show. Dan kunnen jullie meepraten. En ook als jullie nu willen een vraag stellen zometeen, dat kan ook. Dan kunnen jullie een vraag gewoon in de Facebook comment zetten. En dan komen wij zometeen bij jullie terug. Precies, want we gaan nu echt praten. We gaan aan de slag, we gaan met experts spreken over dat thema van klimaat. En dat doen we met Kautar Bouchalikt, daar beginnen we mee. En zij is een heleboel freelance publicist, campaigner, trainer, bestuurder, moderator, redacteur van alles. En ze weet heel veel over het klimaat en ze stond ook in de Duurzame Jonge 100. Dus kom erbij, Kautar. En een applaus. Ja, heel goed. Ja. Mijn knop, ik dacht even dat hij het niet meer deed, maar soms moet je hem gewoon even testen. Ja, hij is analoog, want dat scheelt weer energie. Nou, ik had gehoopt dat ik op mocht komen op de rap van Jochem. Dat was mooi geweest, toch? Ja, ik mag zo meteen ook nog een keer zelf rappen als je dat wilt. Oké, nou ga ik over nadenken. Kautar, we zitten midden in die coronacrisis. We hadden het net over wat dat met ons doet en dat wij niet naar Bali vliegen. Dat kan natuurlijk ook niet. Merk jij in jouw omgeving dat mensen duurzamer aan het leven zijn? Mensen zijn vooral heel erg bewust van, als wij een coronacrisis aan kunnen, kunnen wij misschien ook een klimaatcrisis aan. Dat vind ik heel mooi om te zien. Van ineens kunnen we wel met mondkapjes in het OV, dus misschien kunnen we inderdaad ook minder vlees eten en misschien kunnen we ook minder vliegen. Dus er wordt veel meer nagedacht over dat gedragsverandering eigenlijk wel kan. Ja, dus dat is eigenlijk meer de les dan misschien dat duurzaam gedragen, maar we kunnen dus wel veranderen. Ja, ik denk dat dat steeds meer ook wordt geloofd. Van zo erg is het ook weer niet om een keer even niet naar het terras te gaan. En zo erg is het ook weer niet om een keer niet naar Bali te gaan. Maar, hier kunnen we ook aan de strand. Precies, maar was het nu meer van, nu mag het niet. Dus dan is het natuurlijk ook wel makkelijk om te zeggen, ik heb het niet nodig. Maar zometeen kan het weer. Ja. Denk je niet dat we weer in onze oude gewoontes vervallen? Ja, de cynicus in mij denkt dat wel. Toch wel. Want ook met de mondkapjes, het moest echt bijna afgedwongen worden van, je moet toch echt, is toch het beste voor ons allemaal. En uiteindelijk hebben mensen ook wel zelf verantwoordelijkheid genomen. Maar daarin zie je dus constant van, al die persconferenties en aanmaningen, aansporingen zijn heel goed. En liedjes, 1,5 meter afstand, werkt ook heel goed. Dus via cultuur en kunst en politiek. En ook wel af en toe een boete. Dat is toch nodig. En ik denk dat als we dan kijken naar hoe we met klimaat omgaan, dat we dan ook alles nodig hebben. Dus misschien een leuk klimaatlied. Maar ook zeker dus misschien wat duurder vliegen. Dat het toch even een extra motivatie is. Dus misschien moeten we toch die vegan rap van Jochem weer opnieuw in de markt zetten. Ja, en dan misschien ook met een extra lyric over vliegen. Ja. Je noemt al van, misschien toch dat vliegen duurder maken enzovoort. In de politiek wordt natuurlijk gezegd van, we moeten nu juist voorwaarden verbinden aan steunmaatregelen. Maar en Erik Wiebes zegt bijvoorbeeld ook van, als dat er nu ook allemaal nog bij komt, dan komen we nooit uit die crisis. Ja. Ben je hoopvol dat de politiek het hoger op de agenda zet? Of dat ik hoop het echt, naar beneden? Want er wordt wel steeds meer gezegd van, laten we de Green Deal inderdaad bij de herstelmaatregelen meer betrekken. Nu kan het, we zitten toch in de shit. Dus misschien kunnen we iets dieper wegzakken en dan komen we er heel goed uit. Dus in die zin hoop ik dat dit ook een les is van, we kunnen met z'n allen best wel veel aan. En het kan ietsjes erger worden inderdaad. Maar als het nu even niet ietsjes erger wordt, wordt het over 10, 20 jaar catastrofe. Oh god, dat woord is moeilijk. Een catastrofe. Een catastrofe, dank je. Ja. Dus in die zin is het misschien ook wel weer een soort reminder van hoe erg het kan worden. En dat we nu op zich nog aan kunnen. Het was de afgelopen maanden natuurlijk alle hands aan dek. In die zin hebben we ook geleerd waarschijnlijk van de vorige economische crisis. Dat het allemaal lang duurde met het nemen van maatregelen, met investeren. Nu gaat het allemaal ontzettend snel. Zijn er allerlei grote reddingsplannen, herstelfondsen op tafel gegooid.
Kunnen wij in die zin dus ook iets leren van de aanpak van deze gezondheidscrisis, deze economische crisis, met het oog op de klimaatcrisis? Ja, zeker. Kijk, we zijn nu allemaal heel erg aan het wachten op een vaccin, hè, tegen de coronacrisis. Ja. Voor de klimaatcrisis kunnen we niet even een vaccin bedenken. En ik denk dat dat heel goed is om te beseffen van, een oplossing zoals het vaccin is er niet. Maar we moeten wel dus, net zoals met de klimaat, met de coronacrisis, nadenken over de economie, over welke mensen het meest worden geraakt. En hoe we daar toch met z'n allen ook zorg voor gaan dragen. En dat we allemaal een beetje moeten inleveren. Ik denk dat dat een grote les is van de coronacrisis. Ja, nu ben jij zelf ook betrokken geweest bij de klimaatprotesten. Hè? We hebben vorig jaar natuurlijk ontzettend veel mensen zijn op de benen daarvoor gegaan. Ja, hebben we dat momentum nog, denk je? Ja, wat ik wel mooi vind om te zien is, ik ben nu ook betrokken bij een serie panels. Dat heet de Klimaatstrijd in crisistijd. Dus in die zin wordt er ook nagedacht over hoe kunnen wij verder met die strijd, het momentum inderdaad, verder meepakken. En er wordt heel creatief nagedacht. Van, ook binnen de klimaatbeweging is nu ook nadenken van, we kunnen niet met al het straat op. Nou ja, dat kan tegenwoordig ook wel, maar ja. Dat kon toen we begonnen nog niet. Dus het is heel gezoeken naar waar kunnen wij inderdaad op een andere manier actie voeren. En kun je een voorbeeld geven? Wat is zo'n nieuwe creatieve ideeën om wel actie te voeren? Online heel veel, zie je heel veel activiteiten. Met stoepkrijt wordt er ook heel veel gedaan. Dus offline wel iets doen en dan online heel veel aandacht vragen. Dat is een beetje de beweging die je ziet. En op politiek niveau wordt ook opgeroepen om actie te voeren. Via de Goede Zaak worden allemaal petities gestart. Dus mensen verzamelen zich nog steeds via bepaalde middelen die nog steeds wel kunnen gewoon. Wordt het dan niet toch weer een soort collectivisme? Van we zijn gewoon, ik like wat en ik teken een petitie, maar uiteindelijk verandert er niet echt veel als we in een soort communities gaan bouwen? Dat is altijd het risico. En ik heb ook zoiets van, activisme doet ook altijd een beetje pijn. Of het zou een beetje pijn moeten doen. En we voelen ons heel goed als we even iets liken of even een petitie tekenen. Hey, ik vind het heerlijk altijd. Ja, stop. Ja, ik. Even iets liken, ja. Oh, ik heb weer een petitie getekend. Ja. Nee, maar dit gaat ook heel erg over kiesgedrag. Op welke partij stem je uiteindelijk? We mogen binnenkort weer stemmen. Dus dit is volgens mij ook een heel goed moment om heel goed op te letten. Wat doen alle partijen als het gaat om de groene maatregelen? En wat doen ze wel echt? En wat blijft bij praten? Wordt er ook gelobbyd bij die politieke partijen om dat in hun verkiezingsprogramma op te nemen? Achter de schermen waarschijnlijk wel. Ja. Daar heb ik niet zoveel zicht op, maar ik vrij zeker van wel. Ik bedoel, we hebben de klimaatakkoorden gehad en dat is een doorlopend gesprek. Ja. Dus in die zin blijft die druk wel worden opgevoerd. Maar dat zou ook iets wat jongeren via jongere partijen kunnen doen om toch druk te zetten van maak het nou een belangrijk punt in het verkiezingsprogramma. Ja. Ja. Je noemde net dus even een soort waarschuwing van er worden nu natuurlijk ingrijpende maatregelen genomen. Wat is nu een soort issue of een grote maatregel waar we extra op moeten letten de komende weken, maanden? Nou, we gaan zo meteen over vliegverkeer hebben, volgens mij. Dus dat is een hele goeie. En een van de zaken die mij echt wel aan het hart gaan is ook hoe we op economische vlak met klimaatverandering omgaan. De klimaatcrisis. Het principe van begin bij jezelf en de vervuiler betaalt. Dat wordt vaak wel tegen ons gezegd. Van eet minder vlees en gedraag je wat beter. Maar als ik kijk naar een KLM of een Shell, die ook niet eens belasting betalen, het minimum. Daarvan vraag ik me wel af van, hey, wij kunnen dan met z'n allen wel heel braaf minder vlees gaan eten. Maar daar zit heel veel geld. En daar hebben we echt ook de politiek voor nodig om die druk te zetten. Dus je zegt eigenlijk juist van, heel goed inderdaad, dat we minder vlees gaan eten, dat we minder gaan vliegen, et cetera. Maar we moeten juist ook die blik vestigen op politiek, op de grote corporates, omdat daar nog meer verandering mogelijk is. Ja, misschien ook nog even, we gaan het straks ook volop over Europa hebben en over de Green Deal. Zijn wat jou betreft hoopvolle plannen die daarin staan? Of zie je in andere landen ideeën waarvan je denkt, nou, dat biedt mij hoop in deze klimaat- en coronacrisis? Wat ik mooi vind aan de Green Deal is ook de eerlijke transitie die daarin zit. Dat is ook geleerd van de Verenigde Staten. Van, hey, het gaat niet alleen om het redden van ijsberen en het voorkomen dat de zeespiegel stijgt. Maar laten we ook ervoor zorgen dat de mensen die wat minder geld hebben en niet in een Tesla kunnen rijden, dat die ook bij wijze van geholpen worden om een transitie in te kunnen gaan. En dat vind ik dus super belangrijk. Dat we het niet alleen hebben over de individuele keuzes of wat er ook vanuit politiek gebeurt, maar ook wie dragen de zwaarste lasten. En dat zag je dus ook weer in met de coronacrisis. Het zijn de zorgmedewerkers die de zwaarste lasten dragen. En die roepen al heel lang op tot betere lonen. Dus je ziet ook de mensen die we echt nodig hebben, die worden vaak ook vergeten. Ja. En als het gaat om zo'n eerlijke transitie, moeten we dus ook kijken naar wat doen we dan met alle havenarbeiders bijvoorbeeld. En hoe kunnen we die goed meenemen in het proces. En iedereen een groene baan meedoen geven. Om dit ook precies, te halen. Precies, precies. Ja.
Blijf gewoon zitten, want jij denkt met ons mee en spreekt met ons mee bij alle interviews die nog komen. Ja, ik ben benieuwd. Ja. Hartstikke goed. Ja, voordat we verder gaan met de volgende interviews met andere sprekers, gaan we eerst weer even de kennis testen van ons lief kijkerspubliek. We zagen al dat jullie enthousiast de vraag van vandaag hadden ingevuld. We hopen ook dat jullie met zoveel enthousiasme onze quiz gaan meedoen. Dat kan als volgt. Pak je telefoon er gewoon even bij. Alle lieve mensen hebben tegenwoordig volgens mij toch wel een smartphone. Ga dan via je browser naar menti.com en vul daar gelijk de roomcode in. Dat is 720631. Ik herhaal, 720631. En dan, we deden het in aflevering 2 ook. En dat ging eigenlijk hartstikke goed. Daar kwam Nino uit. Die kreeg een persoonlijke serenade toegezongen. Die prijs kunnen we helaas niet nog een keer natuurlijk doen. Nee, dan zou het niet meer persoonlijk zijn. Zeker. Nino dit is puur voor de eer. Deze is puur voor de eer, ja. Je kan, we wachten heel even totdat jullie je aangemeld hebben. Dan kan je natuurlijk de klimaatkenner worden. En dat is altijd beter dan de klimaatontkenner. Ja, zeker. Precies. Dus, kijk, er komen al een heleboel mensen aan. Ja, we wachten nog even. Misschien ook goed om te vermelden dat hoe sneller je antwoordt, als het goed is, hoe meer punten je hebt. Ja, er zijn maar 5 vragen. Dus het gaat echt allemaal om de snelheid en natuurlijk de juiste antwoorden. Dus handen bij de vingers. Ik wil bijna zeggen handen bij de knop. dat nog even niet. We wachten nog even op een aantal spelers. Yes. Grote spelers, kleine spelers. En zitten er al wat mensen in? Ja, er zitten wel mensen in. Ja, zullen we het... Laten we beginnen. Ja. Toch? We gaan beginnen met de allereerste vraag. Door de wereldwijde maatregelen tegen corona wordt er nauwelijks meer gevlogen, minder auto gereden en legden sommige fabrieken de productie stil. De vraag is, met hoeveel procent nam de vraag naar energie af in landen met een volledige lockdown? Is dat A, 10%, B, 15%, C, 20% of D, 25%? Ja. Nog 5 landen seconden. Dus als China, natuurlijk met een enorme lockdown. Enorme klap op de industrie, maar hoe groot was die klap? Nou, time's up. Het goede antwoord was 25% maar liefst. Ja, Kijk, hartstikke goed zo'n lockdown voor Het was natuurlijk tijdelijk. Hè? De vraag is, tenminste, het is allerminst zeker dat die CO2-reductie voortgezet blijft. En heel vaak komt er juist weer een piek, hè, na een crisis. Je vroeg net, wat kunnen we leren van iedere crisis? Ja. Mensen gaan ineens heel veel vliegen en heel veel bouwen. Ja. En heel veel dus eigenlijk zegt dit best wel weinig. Dat zullen we zien. Als mensen nu heel goed nadenken en de politiek goed nadenkt over wat eerder is gebeurd. Ja. Misschien leren we wel de les. We gaan het. We gaan niet naar Bali. Ja. Nee, ik ga echt niet naar Jij Bali. Jij niet, als ben je persoonlijk verantwoordelijk. Ja. Oké, bij deze een pledge. Ik had weinig gepland, maar goed. Vooruit, we gaan niet naar Bali. Vraag 2. In de Green Deal van de EU staat ook een voornemen om in de komende 10 jaar in de EU heel veel bomen te planten. Hoeveel bomen wil onze Frans Timmermans van de Europese Commissie erbij? Is dat A, 600 miljoen bomen, B, 3 miljard, C, 5,5 miljard of D, 7 miljard bomen? In 10 jaar tijd. In 10 jaar tijd. Ja. Ja, heel goed dat je nog even zegt. Het goede antwoord is inderdaad 3 miljard. Oké, echt heel veel mensen wisten dat. Die gaat Frans Timmermans ook persoonlijk allemaal planten. Precies. Groene vingers heeft die man. We gaan verder naar vraag 3... De vee-industrie draagt flink bij aan de klimaatcrisis. 14% van de mondiale CO2-uitstoot. Hoeveel dieren worden er in Nederland per dag geslacht? Ja, het zijn allemaal hele leuke vragen die we hebben. A, 70.000. B, 700.000. C, 1 miljoen. D, 1,7 miljoen. Ja, hoeveel dieren per dag in Nederland? Kautar, weet jij het? Ik wil het niet weten. Nee. Gewoon want het komt er nu aan. Even kijken of iedereen al gestemd heeft. Het goede antwoord is D, 1,7 miljoen. Dat zijn er 640 miljoen per jaar. Dat is echt een astronomisch getal alleen in Nederland. Doe ermee wat je zelf wil, zou ik zeggen. Vraag 4. Mark Rutte noemde de stikstofcrisis een half jaar geleden nog de grootste crisis uit zijn premierschap. Nu is het thema natuurlijk weer helemaal terug met deze uitspraak. Johan Remkes, die zei dat de stikstofaanpak niet ambitieus genoeg is. Hoe heet het rapport dat Remkes overhandigde? 5 seconden. Niet alles kan altijd. B. Niet alles kan overal. C. Niet alles overal mogelijk. Is dit alles? Ja. Ik vond het leukste. Is dit alles? Oh ja, sorry. Ja. En dan nog die oeh. Ja, het goede antwoord was antwoord B.
De minderheid had het goed. Niet alles kan overal. Ja, precies. De stikstofcrisis. De laatste vraag. Dus hier, nu gaat duidelijk worden wie de klimaatkenner wordt. Vraag 5. Wat is de meest effectieve manier om je uitstoot via je lifestyle te verminderen? A. Een kind minder nemen, autovrij leven, plantaardig eten. B. Een kind minder nemen, autovrij leven, minder vliegen. C. Minder scheten laten en meer kip eten. D. Minder vliegen, autovrij leven en plantaardig leven. Ja, het is een beetje flauw, die antwoord C. Nou, ik zal kijken of dat iemand dat gokt. Ik zou het wel weten. Het goede antwoord is antwoord B. Ja, we hadden toch 10% die voor de scheten ging. Ja. Eens even kijken wie de winnaar is. Ja, kunnen we zien wie de winnaar is? Ja, als het goed is wel. De winnaar is Jonos. Janos, met... Nou, ontzettend van harte veel punten. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Ja, onze klimaatkenner van de dag. Stuur ons even een selfie. Dat vinden wij allemaal hartstikke leuk. Precies. Van harte gefeliciteerd. De klimaatkenner van de Niet Meer Normaal Show. Ik ga naar huis. Ja, Janos, mag hier komen zitten. Janos, kom erbij. Janos, kom erbij bij de andere stoel. die laatste vraag uit de quiz die ging over een duurzamer leven. Maar de vraag is natuurlijk, hoe doen we dat? En hoe stimuleren we dat ook vanuit de politiek? En in het volgende interview spreekt Kiesman Floris vanuit de Bali met hoofdklimaat en energie bij Greenpeace Nederland. En dat is Faiza Oelassen. Faiza, wat goed dat je bent. Dank voor de uitnodiging. We gaan het hebben over klimaat vandaag. Een tijdje geleden stonden jullie met Greenpeace op de landingsbaan van Schiphol. Waren jullie boos dat jullie niet op surfvakantie konden naar de Bali? Of wat was er aan de hand? Nee, anders hadden we dat wel op de banner gezet. We stonden daar. Het was trouwens echt absurd hoe makkelijk het was om op een landingsbaan te komen. Dat is toch altijd wel een van die high-risk areas. Was het gewoon over een hekje klimmen en je stond erop? Niet eens. Oh, we hebben gewoon een plankje gelegd over een lullig slootje. Langs een paar koeien gelopen. En toen stonden we op de landingsbaan. Zo simpel was het. En waarom stonden jullie daar? We stonden er omdat er worden nu miljarden gepompt in de economie. Mm-hmm. En om hele begrijpelijke redenen. Maar we doen dat nu niet op een duurzame manier. We geven nu eigenlijk een blanco check aan bedrijven als KLM. En daarom stonden we daar met een banner, heel plat. Geen groen of geen poen zonder groen. Prima. Wat bedoel je daar precies mee? Prima als je geld krijgt om bedrijven in stand te houden. Maar dit is ook de kans om tegen deze bedrijven te zeggen... hier heb je geld om beter uit deze crisis te komen... of ook om door deze crisis heen te kunnen komen. Mm-hmm. Maar zorg dat je daarbij ook gelijk je bedrijf gaat verduurzamen... zodat je ook toekomstbestendig wordt als bedrijf... en ook voor onze economie. En dat is wat we nu niet aan het doen zijn. Ja, we dus geven eigenlijk... geld aan een grote vervuiler en zeggen vervolgens... jongens, kijk maar wat je ermee gaat doen. Ja, dus jullie waren het oneens op de manier waarop het kabinet nu... eigenlijk deze grote bedrijven wil redden. En je zegt, we willen bepaalde voorwaarden stellen aan dat steunpakket... klimaatvoorwaarden zou je misschien kunnen noemen. Wat zouden zulke voorwaarden kunnen zijn? Nou ja, je kunt bijvoorbeeld tegen een bedrijf als KLM zeggen... zorg ervoor dat je met een serieus plan komt om te verduurzamen. Kom met een klimaatplan. Als een KLM vervolgens zegt... ja, maar ik heb geen duurzame alternatief om te vliegen... Mm-hmm. Nou, dan kan je zeggen, kijk in ieder geval naar wat je wel kunt doen... Er gaan volgens mij 1/3 van onze vluchten vanuit Schiphol... even uitgaande van de pre-corona-crisis... 1/3 van onze vluchten gaan naar bestemmingen als Londen, Brussel, Parijs, Berlijn. Dat zijn bestemmingen die je prima met de trein kunt doen. Zeg dan, beste KLM, beste Schiphol, schrap die korte afstandsvluchten... en investeer dan in treinen. Je doel is niet om te vliegen. Je doel is om mensen van A naar B te brengen. En dat hoeft niet alleen met het vliegtuig. Zo'n voorwaarde van schrap al je korte vluchten, dat heeft natuurlijk ook... dat zal uiteindelijk ook effect hebben op de groei van KLM en hoe goed ze het doen. Uiteindelijk zullen ze mensen moeten ontslaan. En eigenlijk zeg je, dat moeten we dan misschien maar nu doen, want in de toekomst... moeten we dat sowieso doen als we willen voldoen aan de klimaatvoorwaarden? Nou ja, kijk, op dit moment krijgen ze miljarden en worden er alsnog mensen ontslagen. Mm-hmm. Stel nou dat je die miljarden blijft geven. Over 2-3 jaar zal een bedrijf als KLM alsnog geconfronteerd worden met klimaatbeleid. Mm-hmm. Je wilt niet dat die mensen voor een tweede keer op straat komen te staan. Nu vanwege de coronacrisis en straks omdat de klimaatcrisis er echt in toenemende mate in gaat hakken. Dus je helpt alleen zo'n bedrijf en daarmee ook de werkgelegenheid in Nederland. Als je zegt tegen zo'n bedrijf,
kijk hoe je toekomst bestendig kan worden. Als je zegt van over 4 jaar worden ze daar zo, of over een paar jaar worden ze daar sowieso mee geconfronteerd. Vliegen is niet duurzaam, dat zei je net ook. Is het dan niet, je zou ook de hele andere kant op kunnen gaan en kunnen zeggen van nou, misschien moeten we dan nu gewoon helemaal kappen met KLM. Ja, er zijn geluiden waarvan ze zeggen van hey, trek de stekker uit KLM. Kijk, ik denk niet dat vliegen morgen zal ophouden, ondanks dat er nu heel veel vluchten aan de landingsbaan genageld staan. Ik denk wel dat je die bedrijven kan bedwingen om zo snel mogelijk te verduurzamen. Ja. Kijk, zo kan je namelijk ook tegen iemand zeggen die nu een benzine- of een dieselauto hebt, stop morgen met rijden. Je moet ook een optie bieden. Een alternatief. Een alternatief bieden. Ja. En kijk, de energietransitie gaat niet over één nacht. Daar heb je jaren voor nodig. En omdat je daar jaren voor nodig hebt, kan je daar nu echt niet mee wachten. Ja. In Nederland zijn we daar dus nog, zijn we nog een beetje op zoek naar hoe we dat het beste kunnen doen. Het economisch herstel van deze crisis plus een groener herstel. In Europa zie je de Green Deal gepresenteerd voor Europa. Het probleem is met de European Green Deal. Kijk, om toch even positief te beginnen. Ja. Het is een van de weinige plannen die veelomvattend is. Dus dat gaat niet alleen maar over de energiesector. Dus kunnen we een kolencentrale uitzetten en daar windmolens en zonnepanelen voor in de plaats zetten. Nee, ze kijken naar alle sectoren. Dus ze kijken naar landbouw, de gebouwde omgeving. Dus de gebouwen, kantoren, scholen, huizen waar we in wonen. Maar ook naar fabrieken. Dus fabrieken waar onze spullen vandaan komen. Hoe kan je dat allemaal verduurzamen? Je moet namelijk je hele samenleving verduurzamen. Het punt alleen is, als je vervolgens heel goed kijkt naar wat er in het plan staat. Mm-hmm. Al die sectoren worden een beetje aangestipt. En daarvan zeggen we, ja, we gaan nog even verder we gaan nog verder nadenken en praten over hoe we dat dan precies gaan doen. Heb je nog gebieden waarvan je zegt, hier moet Europa echt mee aan de slag? Ja, ik denk sowieso als je kijkt naar de financiële markten, daar kunnen zij natuurlijk een hele grote rol spelen. Of nou, misschien niet eens de financiële markten, de vormen van subsidie en belastingen. En daar kan Europa echt een stap maken. Dus je kunt echt een stap maken door te zeggen, kijk, als je wil stoppen met roken, moet je niet nieuwe pakjes sigaretten gaan kopen. Dus als wij willen stoppen met fossiele brandstoffen, dan moet je daar ook geen geld meer in gaan stoppen. Dus dat zou een heel concreet ding zijn. Ja. Een ander concreet ding zou zijn, als je nu werkgelegenheid wil uitbouwen, kom met grote infrastructurele projecten. Om bijvoorbeeld huizen te gaan verduurzamen. Mm-hmm. Om bijvoorbeeld zonnepanelen op daken te leggen. Om bijvoorbeeld te gaan investeren in het treinverkeer. In de rails in Europa. Dat je bijvoorbeeld ook echt binnen 8 uur van Amsterdam naar Barcelona zou kunnen gaan. Ja. En dat kost tijd, dat kost geld. Maar dat zijn precies de investeringen die je nu nodig hebt om de economie te herbouwen. En ook om ervoor te zorgen dat de mensen die nu op straat komen te staan ook echt wat te doen hebben. Ja, we komen nog heel even later nog even terug op deze Europese plannen. Maar ik kan me ook voorstellen dat heel veel kijkers nu thuis denken van, oké, dat zijn de overheidsplannen, dat zijn de plannen van Europa. Wat zou ik zelf kunnen doen om dat nieuwe normaal mogelijk te maken? We kennen allemaal de voorbeelden van dat je thuis je ledlamp in kan draaien. Wat denk ik nog belangrijker is, is dat je nu je politieke stem gebruikt. Wat je ziet is dat heel lang politici niet de druk hebben gevoeld. Nu voelen ze de druk wel, doordat afgelopen jaar jongeren massaal de straat op zijn gegaan. Mm-hmm. Onder het inspirerende leiderschap van Greta Thunberg. En nu zeggen van ja, je vernachelt in feite mijn toekomst. Want jij moet ook wel beseffen, denk ik, als burger. Wij moeten beseffen als burgers, als individu, als consumenten, hoe je dat ook wil benoemen. Ik kan ervoor kiezen om niet het vliegtuig naar Londen te pakken. Maar daarmee gaat KLM niet veranderen. Hmm. Ik kan ervoor kiezen om alles helemaal duurzaam in mijn leven te doen. Maar dan blijft die kolencentrale aan de rand van Amsterdam. Of nou, die is nu gelukkig uit. Maar dan blijft die kolencentrale ergens in de Eemshaven nog steeds draaien. En daarvoor moeten we onszelf verenigen. En heb je echt je politieke stem nodig. Dus laat een politicus, maar laat ook het bedrijf waar jij producten van afneemt, niet wegkomen met greenwashing en mooie groene praatjes. Ja, dit is, maar ik vind het heel mooi. Je vuist op tafel leggen. Ja, ik daag je uit om je vuist nu zelf op tafel te leggen. Want na dit interview gaan we ook in gesprek met een andere politicus. Oké, dan. Dirk Samson, jou wel bekend. Het is trouwens een oud-collega van Greenpeace. Spreken we elkaar nog vaak? Of? Het was voor mijn tijd overigens, dat hij bij Greenpeace zat. Maar ik heb in het kader van zijn huidige rol wel eens gesproken. Ja, want hij is eigenlijk hard bezig met die Green Deal namens de Europese Unie, Europese Commissie. Jij hebt er, dat hebben we net ook gehoord, een beetje kritiek op. Wat zou jouw boodschap zijn aan hem?
En ik zou je ook willen vragen, Faiza, om dat dan in de camera te doen. Oké, ja, ik zie de camera. En dat mag je daar doen, inderdaad. Oké, ik moet er even over nadenken. Ja, take your time. Diederik. Beste Diederik. Ik hoef aan jou niet uit te leggen wat er moet gebeuren. Dat weet jij donders goed. Jij weet heel goed wat de klimaatwetenschap voorschrijft. En daarmee weet jij eigenlijk heel goed dat wat er nu ligt niet goed genoeg is. En ik weet dat je als politicus bruggen moet bouwen, iedereen blij moet houden, alle belangen moet afwegen. Maar nu is het moment om het juist te doen. En dat is soms ook een boodschap verkondigen die niet even leuk is. Maar dat zijn we onszelf, dat ben jij, de toekomstige generatie echt verplicht. Dus doe wat juist is. We hebben nu geen tijd meer om te muggenziften en met politieke, diplomatieke, correcte termen te komen. Het is nu alle hens aan dek. En jij weet wat je te doen staat. Ja, dat was Faiza Olase van Greenpeace. En zij richtte zich persoonlijk tot toch een soort oud-collega van haar, Diederik Samsom, vroeger Greenpeace, maar tegenwoordig de man achter de Green Deal, kabinetschef van Frans Timmermans. Als Timmermans de klimaatpaus is, is Diederik Samsom toch wel de klimaatkardinaal. Hij zit hier met ons. We gaan bellen met Brussel. Diederik Samsom, ben je daar? Goedenavond, hoi. Hey, goedenavond. Voordat we helemaal de inhoud zo meteen induiken. Greenpeace, daar zat je vroeger ook. Wat meer tegen de macht aanschoppen. Nu zit je toch meer in het epicentrum van de macht. Hoe is dat? Zit die activist nog in u of een beetje een persoonlijkheidstransitie doorgemaakt? Nou, ik ben wat ouder geworden, maar ik mis het opspattende water en de adrenaline nog wel eens hoor. Het is toch dezelfde strijd, alleen op een andere manier gevoerd. Bij Greenpeace kun je, en dat is geweldig, bijna letterlijk of soms echt letterlijk jezelf tussen de misdaad en hetgene wat je wil beschermen plaatsen. Hè? Dus tussen de harpoenist en de walvis. Maar dat kun je maar een heel klein beetje, een paar uur volhouden. En dat is de benzine van je bootje op. En dan gaat die walvis alsnog naar de haaien. Als je die echt wil beschermen, zul je uiteindelijk met een politiek, een akkoord, in dit geval een internationaal verdrag moeten komen, om de walvisjacht voor eeuwig te verbieden. En Greenpeace is belangrijk om ervoor te zorgen dat politici aan de slag gaan. Politici moeten het uiteindelijk voor elkaar krijgen. Ja, nu zegt Faiza Olasen goed dat jullie aan de slag zijn. Maar het kan misschien nog iets harder aan de slag. Ja, wat doen we daarmee met die kritiek? Ja, nou, volgens Faiza zei je moet gewoon nu meteen aan de slag. De Green Deal kwam 11 dagen nadat de commissie was begonnen. Dat is in Europese termen toch wel ongeveer meteen. Maar daarna, en zo werken de Europese raden ook, moet je toch echt wel met een doorwrocht plan komen, een onderbouwd plan, om ervoor te zorgen dat je 27 lidstaten meekrijgt in dit prachtige verhaal. Want het voorstel van de commissie, dat is de Green Deal. Het wordt pas werkelijkheid als 27 lidstaten, inclusief Polen, inclusief Bulgarije, inclusief Roemenië, niet alleen Nederland en Zweden en Denemarken, maar ook die andere staten eraan meedoen. En dan moet je dus echt wel goed beslagen ten ijs komen. Daar is nou eenmaal, hoe vervelend ik dat ook mag vinden, even tijd voor nodig. We nemen zo kort mogelijk. We zijn natuurlijk inmiddels ook even van onze apropos gebracht door corona, zoals iedereen, maar daar hebben we onze tijdschema's niet aan aangepast. In september komen wij met het definitieve onderbouwde voorstel over 55% CO2-reductie in 2030. En ook niet alleen dat getal en dat jaartal, maar ook hoe we het precies gaan doen. Ja. En ik denk toch, nogmaals, ik heb zelf helemaal aan de aarde bewogen en alle ruiten eruit gegooid om ervoor te zorgen dat het nog sneller was. Ja. Maar dit is het snelst wat de wetenschap en de overleg-economie die Europa toch altijd is, kan bereiken. Ja, oké. Dit is het snelst, zeggen nu. Die Green Deal behelst natuurlijk uiteindelijk een soort roadmap, zoals jullie het ook zelf noemen, om klimaatneutraal in 2050 te zijn. We zeggen we moeten naar 55 CO2-reductie in 2030. Deze coronacrisis, gooit die nou roet helemaal in het eten? Of gaat dit juist de boel versnellen? Nou, daar hebben we de afgelopen weken ons flink mee bezig gehouden. Want allebei de reflexen spelen heel erg mee. He, je zag het wel, en dat is hartverwarmend, vanuit de politiek en ook vanuit de wetenschap en opinieleiders, toch wel meteen een reactie van, nou oké, nu hebben we deze crisis, als we dan de economie weer opbouwen, dan kun je het beste maar in één keer het goed doen en niet eerst de oude economie herstellen en hem dan pas verduurzamen.
Dat klinkt natuurlijk ook heel erg logisch. Dus daar was best groot draagvlak voor. Die logica is self-evident in slecht Nederlands. Maar er is natuurlijk ook wel een andere reflex gaande. En dat is dat iedereen, we zijn allemaal mensen en we willen allemaal gewoon weer de draad oppakken. We willen allemaal weer rijden zoals we reden en vliegen zoals we vlogen. En de fabriek aanzetten zoals die aanstond. Zeg je daarmee, hoor ik nou goed dat je dus een beetje sceptisch bent? Dat is wel iets waar je rekening mee moet houden. Ook in je ontwerp van dat antwoord. Het is niet genoeg om te zeggen, we gaan een green recovery vormgeven. Je moet ook echt wel rekening houden met wat mensen op dit moment doormaken en wat ze echt nodig hebben. En wat we dus bijvoorbeeld hebben gedaan, en Faisal kwam er al mee als voorbeeld, is zeggen, welke onderdelen van die Green Deal leveren nou het snelst banen en groei op, met name in het midden- en kleinbedrijf? Want we hebben het over KLM, maar de klappen vallen echt bij die kleinere bedrijven, waar er miljoenen van zijn in Europa, die echt op dit moment niet weten waar ze het zoeken moeten. Als je die wil herstellen, als je die weer heel snel werk wil bieden, dan moet je eigenlijk aan de slag met het isoleren van 200 miljoen woningen. Europa. Die zijn allemaal slecht geïsoleerd, dus je hebt nog flink wat te doen. Ook alle andere gebouwen die daartussen staan, hè, scholen, ziekenhuizen, advocatenkantoren. Als je die gaat moderniseren, dus isoleren, maar ook van zonnepanelen voorzien, dan is dat een bijdrage aan de Green Deal, maar ook meteen aan het herstel en, niet onbelangrijk, aan koopkracht van mensen. Want iemand in een geïsoleerde woning heeft een lagere energierekening. Ja, er is ook kritiek dat sommige klimaatdoelstellingen, gebieden wel en niet aangepakt worden. En kritiek is specifiek op waarom gaan we de veestapel niet eens verkleinen? We hebben ook doorgewerkt tijdens corona en de zogenaamde farm to fork, van boer tot bord, als je het in het Nederlands moet vertalen, strategie uitgebracht. Die gaat over de landbouw, over een duurzamere landbouw. 25% biologische landbouw in 2030. Dat is als ik het toch even mag onderbreken. Het gaat inderdaad over pesticiden gaan we, over de duurzame landbouw. Er staat een hele hoop in. Maar de milieubeweging is ontzettend kritisch, want er staat helemaal niks over de bio-industrie, over de aantallen die niet worden verkleind. Vindt u dat niet ergens jammer? Misschien staat het er niet letterlijk. Ik zal al die pagina's toch eens moeten herlezen. Want kijk, de logica is natuurlijk duidelijk. Als je 25% biologische landbouw hebt, daar waar nu nog het grootste deel gewone landbouw of zelfs intensieve veeteelt is, dan wordt het aantal koeien en varkens en kippen dus gewoon lager. We komen overigens ook nog, de Green Deal, Faisal zei het al, is alomvattend en dat betekent dus een hoop werk. We komen ook nog met een specifieke, het klinkt een beetje raar, methaanstrategie. Methaan is een veel sterker broeikasgas dan CO2, lekt soms direct bij uiteraard de winning van gas, ook bij het transport van gas, daar willen we wat aan doen, en in de landbouw, ja, de koeien. We komen nog zeker bij dat vraagstuk, want het is natuurlijk duidelijk laatste de klimaatdoelstellingen niet gaan halen met de landbouw van vandaag. Ja, een laatste vraag. De grootste uitdaging voor de Green Deal? Wat is de allermoeilijkste sector om te verduurzamen? De moeilijkste sector is de luchtvaartsector. Ja, dus transport en dan specifiek luchtvaart. Nou, daar gaan we het zo ook nog met een collega over hebben, Tom Berendsen. Voor nu hartelijk bedankt, Diederik Samsom, de kabinetschef van klimaatcommissaris Frans Timmermans. Bedankt. Dankjewel. Ja. Ja, dat was Diederik Samsom. Dat was heel spannend. Reactie, Kautar? Ik vind het heel interessant dat zodra het over beleid gaat, wordt het ineens heel ingewikkeld. Terwijl ik denk van, maar hier praten we al 30, 40 jaar over. Ja, misschien dus, omdat al die landen daaraan mee moeten werken. Dat het toch een oneindig compromis is. Ja, maar tegelijkertijd denk ik van, als we naar Roemenië en Bulgarije blijven verwijzen, van we moeten iedereen meekrijgen, dan gebeurt het ook nooit. En dat is denk ik ook een reflex wat je vaker ziet, dat bepaalde landen zoals de VS, die zeggen ook altijd, ja, maar China. en zo blijft het op geopolitiek constant wijzen naar de ander. Ja. Dus wij moeten toch misschien het braafste jongetje van de klas. Dat is ook een verschrikkelijke verwijzing, maar toch. Ja, toch wel. En misschien ook wel accepteren dat niet iedereen evenveel geraakt zal worden. Ja, ik bedoel, wij hebben nu eenmaal een grote kust, dus wij worden misschien ook het meest geraakt. Maar aan de andere kant van de wereld hebben mensen nu al te maken met grote bosbranden en dergelijke. En het gaat nu op dit moment heel erg over, maar de buurman doet niet mee. Dan denk ik, ja. Het probleem is veel groter dan dat. En ik hoop dat beleid op een gegeven moment ook daaroverheen kan stappen. Ja,
We gaan het zien. We gaan er zo meteen dus over doorpraten, specifiek over luchtvaart. Maar voordat we dat gaan doen, hebben we nog een stukje muziek. We gaan zoals elke week naar de mooiste concertzaal van Nederland. En dan heb ik het natuurlijk over het prachtige Paradiso. Daar staan normaal natuurlijk in een stampvolle zaal. Maar deze weken in een lege zaal verschillende artiesten te spelen. Een speciale performance te geven. Ook hier voor ons bij de Niet Meer Normaal Show. En deze week hebben wij een jonge urban artiest weten te strikken. Ik heb het over Raw Roots. Hij drukt zijn stempel sinds 2018 op de Nederlandse hip-hop scene. En heeft net een nieuw album, Dromen in Kleur, gereleased. En hier is voor jullie zijn nieuwste single, Young Obama. Ja, yeah. Mijn naam is Raw Roots. In het paradijs, let's get it. Klein beetje stress, het maakt een jongen suicide. We komen uit de goot, we dromen nu van nieuwe tijden. Jongens van de gutter, wij smoken marijuana. Opgekomen van de padden, dat is die Young Obama. Young Obama, Young Obama. Allemaal grote sterren zijn gevallen. Ik ben die Young Obama. Young Kings, Young Kings. Kleine jongens lopen met die gantings. Young Gutter, Young Prince. Ik wil een Young Queen met Beyoncé. Young Gutter, ze wilden ons niet zien geloven. Ze noemen ons de dealers en de rookers. De wereld is veranderd, maar geloof. Ik zag vroeger mijn idolen op mijn poster. I'ma be on the TV, mama. I'ma push it down. Ik heb een aantal enemies, mama, want ze hebben niet mijn sound. Young Obama, Young Obama. Al mijn grote sterren zijn gevallen. Ik ben die Young Obama. Klein beetje stress, het maakt de jongen suicidal. We komen naar de goot, wij dromen nu van nieuwe titles. Jongens van de gutter, smoken marijuana. Opgekomen van de bodem. Dat is die Young Obama. Young Obama. Young Obama. Al mijn grote sterren zijn gevallen. Ik ben die Young Obama. Wij zijn iets beloofd. Min 10, ik ben begonnen in het dood. Maar wij zijn onderweg, ja. Ik wil een Michelle en het Obama, ja. Mannen zijn de was en het Osama. Hey, where the love. Enemies willen me af, bitch. I don't wanna die young. Ik wil een Young Queen, met Beyoncé, Young God. I'ma be on the TV, mama. I'ma push it down. Ik heb een aantal enemies, mama. Want ze hebben niet mijn sound. Young Obama, Young Obama. Al mijn grote sterren zijn gevallen. Ik ben die Young Obama. Klein beetje stress, het maakt de jongen suicidal. We komen naar de goot, wij dromen nu van nieuwe titles. Jongens van de gutter, wij smoken marijuana. Opgekomen van de bodem, dat is die Young Obama. Young Obama, Young Obama. Al mijn grote sterren zijn gevallen. Ik ben die Young Obama. Ja, je hoorde Raw Roots met zijn single Young Obama. En het woord luchtvaart is al een paar keer gevallen. En we gaan weer bellen met Brussel. En deze keer gaan we dat doen met Tom Berendsen, Europarlementariër voor het CDA. En met hem praten we verder over luchtvaart en treinen en ander toerisme. Welkom, Tom. Goedenavond. Ja, je houdt je bezig met de commissie Vervoer en Toerisme en de verduurzaming van vervoer. Ja, we hadden een kleine enquête gedaan bij onze kijkers. En hadden we gevraagd van korte vluchten, moeten die niet gewoon verboden worden? En 64% zei ja, hupske, gewoon verbieden. Wat vind jij daarvan?
Ja, toch ook wel een beetje verrassend, net als jullie. Dat is een heel duidelijk antwoord. Nou ben ik zelf nooit zo van het echt verbieden. Volgens mij moet het er vooral voor zorgen dat het heel aantrekkelijk wordt om over die afstanden met de trein te gaan reizen. Ja. En dus niet meer in het vliegtuig te stappen. Oké, misschien een ander voorbeeld dan Oostenrijk. Die zei van, we doen een minimum tarief voor korte vluchten. En nou ja, als je een echt extra korte vlucht hebt, €30 erbij. Zodat je misschien sneller die trein gaat nemen. Zou dat een beter voorstel zijn? Ja, ik denk dat we inderdaad moeten kijken naar die vliegtickets. Want die zijn, zeker op korte afstanden, zijn die vaak heel goedkoop. Maar dat zijn wel dingen waarvan ik denk, die moet je wel Europees aanpakken. Hè? Want als je in het ene land dat wel doet en in het andere land niet, dan zorg je eigenlijk voor oneerlijke concurrentie. Dan moet KLM een hogere prijs gaan vragen voor de tickets, terwijl Lufthansa, de Duitse firma, dat niet hoeft. En dan schieten we onszelf ook een beetje in de voet. Dus ja, heel graag. Maar toch maar dan wel als Europa gezamenlijk. Toch doet Oostenrijk dat. Dus blijkbaar kan het wel. Of het zou kunnen werken. Dus dat is eigenlijk het eerste interessante punt. En het tweede is, gaan jullie dat doen? Of jullie als Europese Unie? Komt er inderdaad dan dus zo'n soort vliegtax? Nou, dat is wel een van de ideeën die op tafel ligt. Maar daarnaast liggen er nog heel veel andere ideeën. En ja, zoals Diederik Samson ook al aangaf, ja, er zijn 27 lidstaten en meer dan 700 Europarlementariërs die er allemaal uiteindelijk in meerderheid voor moeten zijn. Dus het is een van de mogelijkheden die op tafel ligt. Maar dit is er wel een waar heel serieus naar gekeken wordt. Ja. Ja, een van de alternatieven is natuurlijk de trein. Wat zijn daar de ideeën voor binnen Europa om dat, nou ja, goedkoper te maken, zodat dat alternatief ook veel aantrekkelijker wordt? Nou, goedkoper maken is belangrijk. Maar nog belangrijker is dat je daadwerkelijk met die trein ook snel op een plek in Europa kan komen. En ja, daar zien we dat er echt nog heel veel beter kan. In een land zelf kom je nog wel van A naar B. Maar zodra je de grens overgaat, ja, dan zien we dat er echt heel veel beter moet. Je moet veel sneller vanuit Amsterdam naar Spanje kunnen. Je moet veel makkelijker in al onze grensprovincies met Duitsland en België moet je makkelijk de 10 kilometer de grens over kunnen. En zelfs dat is al heel lastig op dit moment. Dus met name die verbindingen, als we dat kunnen verbeteren, dan zullen mensen ook sneller denken, hey, die trein, daar kom ik ook snel op de juiste plek. En dat maakt het ook aantrekkelijker. Ja, dus hoe gaat de Europese Unie, het parlement, dat concreet doen? Ik hoorde dingen over nachttreinen. Of gaan we net als in China van die magneettreinen bouwen? Wordt hier fors in geïnvesteerd met die Green Deal? Wat ligt er nu concreet op de tekentafel om Europa een soort treinland te maken? Ja, het is heel lastig om te zeggen wat er concreet op de tekentafel ligt. Want er zijn heel veel ronkende persberichten uitgedaan over de Green Deal. Maar de uitwerking, daar wachten we nog op. En Diederik Samson heeft net aangegeven dat die snel gaat komen. Maar met name het investeren in die verbindingen, ja, dat staat echt wel bovenaan de agenda. En ook omdat dat nou een van die maatregelen is die niet alleen goed zijn voor het milieu en voor het tegengaan van klimaatverandering, maar ook banen oplevert. Want op het moment dat wij infrastructurele grote projecten gaan doen, ja, dat levert banen op, dan zijn de mensen aan het werk. En dat is wel precies wat we in deze crisis nodig hebben. Ja. We hebben een kijkersvraag van Marieke en zij vraagt hoe Europa ook voorwaarden kan stellen aan steun voor luchtvaart. Dus wat kunnen jullie tegen die luchtvaartmaatschappijen zeggen? Nou, kijk, op dit moment is er voor wat betreft die steun aan luchtvaartmaatschappijen is gezegd, dat is aan de lidstaten zelf, dus aan de landen zelf. Nederland gaat zelf over welke voorwaarden er bijvoorbeeld aan KLM gesteld worden. En dan vind ik het wel heel belangrijk dat er ook naar andere landen gekeken wordt voor die eerlijke concurrentie. Hè, dus welke eisen stellen wij, maar welke eisen stellen ook andere landen? Maar ik vind het volstrekt helder dat als wij belastinggeld aan luchtvaartmaatschappijen gaan geven, dat je een goed gesprek moet voeren over hoe zien jullie de toekomst en hoe zien jullie een duurzame toekomst voor je, zodat je ook over 20 tot 50 jaar op een schone manier die mensen kunt vervoeren en daarmee ook nog die banen kunt behouden. Ja, helder. We zouden nog heel veel kunnen bespreken. Er is een hoop werk aan de winkel, dus bedankt voor jouw toelichting, Tom Berendsen, Europarlementariër voor het CDA en veel succes daar. Dankjewel, graag gedaan, fijne avond. Dank je. En dan gaan we nu naar onze rubriek Museumstuk. Want zoals jullie weten gaan we elke week naar een tot voor kort gesloten museum. Zodat we jullie kunnen laten zien wat je hebt gemist en wat je gelukkig nu weer kan bezoeken. En deze week gaan we naar het FOM, het Fotografiemuseum in Amsterdam. En we gaan kijken naar twee werken van Femke Herregraven. En dat is onderdeel van de tentoonstelling On Earth. En door middel van fotografie
laten ze daar heel mooi zien, ja, hoe onze relatie tot de aarde is en welk effect klimaatverandering daarop heeft. Hier achter mij zie je het werk van Femke Herregraven, een Nederlandse kunstenares die onderdeel is van de tentoonstelling On Earth. We zien een lichtbak met daarop de Table of Casualties en de Catastrophe Bonds. Een lijst met obligaties die worden uitgegeven om te speculeren met het voorkomen of niet voorkomen van aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en andere milieufenomenen. Dividend wordt uitgekeerd aan de hand van parameters zoals het sterftecijfer, de locatie of de omvang van de ramp. Wat de kunstenaar hier eigenlijk mee aan de kaak stelt, is het dataficeren van mensenleven. En hoe er gespeculeerd wordt met dergelijke abstracties. Wat blijkt is dat een van de obligaties in deze lijst die Femke hier heeft staan, gaat over pandemieën. En waarmee dus is gespeculeerd op het voorkomen van een pandemie in het tijdsvak 2017 tot 2020. Achter de lichtbak zien we houtsnijwerken, houtrelief, door Femke gemaakt met door middel van lasersnijden. De reliefs zijn gebaseerd op satellietbeelden en op seismische data die vulkaanuitbarstingen of aardbevingen kunnen voorspellen. Door middel van die satellietbeelden en die seismische data kunnen we steeds nauwkeuriger het voorkomen van natuurrampen voorspellen. Maar daarmee kan dus ook steeds nauwkeuriger worden gespeculeerd op die rampen. Kijk, word je eerst vrij somber, denk ik. Maar ik denk juist omdat Femke met haar werk deze praktijk en dit fenomeen bevraagt, dat het ons in staat stelt om ons daar een mening over te vormen, om daarover na te denken. Voor mij persoonlijk was het heel belangrijk om deze tentoonstelling te maken. Omdat er heel veel onduidelijkheid bestaat over klimaatverandering, over hoe we met de aarde omgaan, over wat er precies gebeurt, wat de impact precies is van onze acties, wat we zelf zouden kunnen doen of wat wel of geen zin heeft. Heel veel mensen hebben daar twijfels over. Die gaan wij niet wegnemen, die kunnen we natuurlijk niet beantwoorden, maar het was wel heel erg belangrijk om een nieuwe generatie landschapsfotografen aan het woord te laten en hun visie daarover uit de doeken te doen. Ik denk dat er heel veel verschillende invalshoeken in deze tentoonstelling te vinden zijn. En ik hoop dat mensen, net als ik, een steeds beter beeld krijgen van wat technologie ons al dan niet gebracht heeft of kan brengen als we kijken naar de manier waarop we met de aarde samenleven.
Ja, de tentoonstelling On Earth is nog tot en met 2 september te zien in Foam. En voordat we richting de afsluiting gaan, wil ik nog even een kijkersvraag aan jou voorleggen, Kautar. Jan vraagt namelijk, waarom focussen we eigenlijk zo op de Green Deal? Kunnen we klimaatverandering op nationaal niveau niet veel beter aanpakken? Ja, Jan, goede vraag. Het is niet het een of het ander. En we hebben het vandaag over de coronacrisis ook gehad. En als je kijkt naar hoe we daarmee moesten omgaan. Enerzijds op nationaal niveau beleid uitvaardigen. En dat hebben alle landen verschillend gedaan. Maar tegelijkertijd blijkt ook, het is grenzeloos. Een crisis kan je niet bij de grens tegenhouden. En met België is het weer helemaal opgelost. Dus in die zin is het ook gewoon heel belangrijk dat verschillende landen daarin investeren. En ook de samenwerking zoeken. Ook op economisch vlak. Want er werd net gezegd van ja, maar als wij KLM aanpakken, dan schieten we onszelf in de voet. En om te voorkomen dat argument gemaakt kan blijven worden, moet het dus wel ook internationaal aangepakt worden. Maar dat betekent niet dat wij ondertussen niks gaan doen. Nee. Dus nee, het internationale en de Green Deal, dat moet niet het idee zijn van, hey, maar als de rest het niet doet, doen wij het ook niet. Nee, we hebben natuurlijk ook onze eigen klimaatwet. Ja. En het is natuurlijk ook de bedoeling dat er volgens mij voor Europa ook zo'n klimaatwet gaat komen. Hè? Precies. En we willen niet alleen voor onszelf die klimaatwet uitvaardigen uiteindelijk. En misschien om daarmee te eindigen, zo'n crisis is niet alleen iets voor onszelf. We pakken hem niet alleen aan omdat wij veilig willen leven. Wij overleven het waarschijnlijk wel. Maar het gaat om de toekomst. Het gaat om mensen aan de andere kant van de wereld. Ik noemde net al de branden die heel erg heftig zijn geweest. De overstromingen. Dus soms helpt het ook om even te accepteren dat wij het gewoon bovengemiddeld goed hebben. En misschien even iets meer mogen inleveren. En of dat nou in euro's is of in tijd en geld. Soms gaat het ook even daarom. Dat we even verder kijken dan onze neus lang is. Nationaal, internationaal en persoonlijk. Ik vind het een hele mooie gedachte. Ik zou bijna zeggen, dit is het einde van de show. Maar dat is helemaal niet zo. Want wij hebben nog een laatste kleine onderdeel. We hebben namelijk deze show al gehad over landbouw, over die Green Deal, over de luchtvaart. Maar één belangrijke sector, die hebben we nog niet besproken. En dat is namelijk fashion. De mode-industrie is ook een ontzettend vervuilende industrie, heb ik me laten vertellen. En wij hebben een heel bijzonder iemand uitgenodigd om daar met ons nog mee over te praten de laatste minuten. En dat is niemand minder dan Lena Hartog. Mag ik een hartelijk applaus? Goedemiddag. Ja. Hij doet het nog, mijn rode knop. Lena, hartstikke leuk dat je er bent. Ik zei het al, de fashion, de mode-industrie, daar hadden we het nog niet over gehad. Maar die is dus ontzettend vervuilend. Yes, zeker. Hoe vervuilend is dit? Waar ligt dat aan? Ja, ik begon er zelf ook niet. Toen ik mijn gedrag duurzamer ging maken, ook eerst vliegen, eten, andere dingen. Tot ik erachter kwam dat de mode-industrie toch wel voor 8% van de wereldwijde vervuiling, CO2-uitstoot, verantwoordelijk is. Meer dan de luchtvaart dus zelfs? Ja, het is meer dan de luchtvaart, maar luchtvaart gaat natuurlijk wel veel groeien. Ja. En ook die kleding wordt natuurlijk ook wellicht per vliegtuig verscheept. Precies. Of nee, verscheept. Cargo schip, vliegtuigen. Ja. En het is eigenlijk ook de bredere milieu-impact die mij heel veel zorgen heeft laten doen over de mode-industrie. Want als je kijkt naar hoe mode gemaakt wordt, dan zie je dat een heel groot deel van die mode gemaakt wordt met microplastics. Nou, 85% van de microplastics in de zee zijn uiteindelijk, die komen uit onze kleding. Dus de vraag is, wil je daar verantwoordelijk voor zijn? Vliestruien enzovoort. Precies, vliestruien. Dat zitten gewoon allemaal kleine stukjes in die uiteindelijk het hele marine wildlife gewoon in hun terechtkomen en daarmee verpesten. En als je kijkt naar de watervervuiling. En dat is dus ook de uitdaging nu om het niet alleen over klimaatverandering te hebben, maar juist ook over de biodiversiteitscrisis. De mode-industrie is de 2 na grootste vervuiler van water in de hele wereld. En eigenlijk al die redenen zorgen ervoor dat wij hebben gezegd, nou, we willen iets met die mode-industrie gaan doen. Ja, en dat is een campagne en daar kunnen wij allemaal mee doen. Vertel, wat moeten we doen? Precies, ja, dat is de Slow Fashion Season campagne. Ik werk voor Collection en Collection doet campagnes waarbij mensen altijd met een grote groep samen actie ondernemen in plaats van een petitie ondertekenen. Dus wij stemmen eigenlijk met onze daden. En bij Slow Fashion Season zoeken we 25.000 mensen die een zomer lang, dus 3 maanden lang, duurzame, bewuste kledingkeuzes gaan maken. En vorig jaar is dat ook gelukt. Toen hebben we 15.000 mensen zover gekregen. En nu gaan we daar weer mee verder. En wat is een duurzaam bewuste kledingkeuze? Ja, bewust hebben we dus nu ook iets groter gemaakt. Want bewust gaat ook over dat je niet bij bedrijven koopt die racistisch zijn of op die systemen gebaseerd zijn. Dat je juist bij kleine lokale winkels koopt. Sorry, heel even. Hoe moet ik weten of een kledingmaatschappij racistisch is? Nou, dat is nu heel fijn. Eigenlijk door de Black Lives Matter protesten zie je dat juist ook in de mode-industrie en de beweging die daarmee bezig is, nu superveel gidsen gemaakt worden en eigenlijk bedrijven ook uitgekald worden die nog op een bepaalde manier racistisch zijn. Door bijvoorbeeld hun werkers juist nu tijdens corona niet meer te betalen,
omdat ze uiteindelijk zelf ook hun dingen niet kunnen versturen. Nou, dat zijn vooral heel veel vrouwen van kleur, heel veel kinderen. En dat vinden wij een van de problemen met de mode-industrie. Ja. Dus heel simpel gezegd, gewoon kleding kopen die tweedehands is, zelfgemaakt is en zoveel mogelijk gewoon ruilen met je vrienden. Goed, dus we kijken even naar de slide. We moeten naar collection.org. Ja. Daar gaan we allemaal meedoen. Duizenden mensen hebben al meegedaan. Ja. We hebben nog 1 week om ons aan te melden. Dus meld je aan, doe mee met de slow fashion op collection.org. Ja. En dan moeten we hem helaas alweer gaan afsluiten. Ja, dit was hem alweer. Dankjewel nog voor deze collectieve actie. Dankjewel ook Kautar. Dit was hem, de 4e aflevering van de Niet Meer Normaal Show. Volgende week zijn we er met een extra aflevering. En die gaat over racisme, naar aanleiding van de Black Lives Matters Movement. En je kan nog alles terugkijken op onze socials, de nietmeernormaalshow.nl, op YouTube, Facebook, kijk het terug. En de volgende aflevering is dus op maandag 22 juni om 20:30. En voor nu, geniet nog even van de muziek of de outro muziek. Tot volgende week. Dag. We'll be right back.